Pak één stukje en ik pak wat barbecue saus en dan ga ik het proberen. Een hele goede dag, dames en heren. En super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Een nieuwe dag. Ik ben heel laat uit mijn bed gekomen. Of ja, ik kom echt letterlijk nu een paar seconden geleden uit mijn bed. En het is nu 1 uur. Ik ben echt super lam en ik ben echt heel erg slecht opgestaan met mijn rug. Ik heb echt veel last van mijn rug. Dus ik probeer me ook zo recht mogelijk te houden. Ik probeer zo recht mogelijk te staan. En dan gaat het redelijk goed. Ik zit te twijfelen op dit moment of ik dus ga sporten. Of dat ik gewoon even vandaag even niet zoveel ga doen. Ik heb het echt mega leuk gehad met Sal. Sal vond het ook serieus heel erg leuk om naar de opening van Frankie te gaan. Van Franka, de schoonzus. Of mijn schoonzus en de vriendin van mijn broer. En hij heeft ook tijdens dat feest heeft dus een aantal foto's gemaakt. En die zijn bizar mooi geworden. Dus ik ga je nu even 5 foto's laten zien. Deze. En deze. En deze. En deze vond ik echt super leuk met mijn broer en mijn zus. Broer en zus. Mijn broer en mijn moeder. Ik heb niet eens een zus, waarom zeg ik dat? En deze vond ik heel erg mooi. Zo, ik heb even gedoucht, even een ontbijtje voor mezelf gemaakt. En ik had op Instagram gezet van, hey, ik zoek iemand die kan masseren of in ieder geval die kan kraken. Nou, dat is heel erg chill, dat is gelukt. Ik ga dus maandag naar iemand toe die dat kan. Dat is wel heel erg fijn. En nu ga ik even lekker een ontbijtje, slash lunch, want volgens mij is het al bijna 2 uur, opeten. En dan ga ik toch maar even de sportschool in. Dan hebben we deze week in ieder geval alle spiergroepen gehad. Ik heb totaal geen zin. Het waait hard buiten, het waait echt hard buiten. Het wordt ook zeker slecht weer vandaag, maar dat moet even. En ik heb me toch een partijtje lekker gesport, jongens. Het zonnetje schijnt echt mega lekker. Maar ik ben even van plan om naar de winkel toe te gaan nu. Want ik wil eigenlijk vandaag iets gaan proberen. Ik heb gisteravond nog eventjes een heerlijk kippetje gegeten. Van die kip van de KFC, weet je wel. En er zitten dan verschillende dingen in. Er zitten dan hot wings in. Ik ken jullie allemaal wel. Er zijn van die kippetjes die zijn heet. En er zit botje in. Ik heb strips, dat is gewoon eigenlijk alleen maar filet met een laag eromheen. En wat heb je nog meer? Je hebt allemaal verschillende dingen. En ik wil dus die chicken strips gaan namaken. Ik ben dus benieuwd of me dat gaat lukken. Maar wat ik wel ga doen, is nu eventjes mezelf omkleden. En naar de winkel toe. En dus filetjes halen en dingen halen die ik dus moet hebben voor chicken strips. En dan gaan we eens even kijken of ik die laken ga maken. Dit zijn al de ingrediënten, jongens. Of hoe lekker Fred het zou zeggen. Dit zijn de ingrediënten. Oké, dus. Wat hebben we nodig? Knoflookpoeder, uienpoeder, paprikapoeder, kip, bloem, karnemelk. Dit vind ik dus zelf echt niet te drinken, maar je hebt het nodig. En eieren. Ik heb ook nog andere spullen gehaald, zoals knakworsten. Want die ga ik nu even eten, want ik heb echt ziek veel honger. Knakworst natuurlijk, met een zacht wit broodje. Best wat er is. Maar dit ga ik eventjes klaarmaken. Dan kom ik bij jullie terug. En dan zijn we weer terug. En dit heb ik dus allemaal gesneden. Dit is allemaal kip die ik heb gesneden. En wat we nu moeten gaan doen is deze karnemelk in deze dingen doen. Deze 3 dingen erbij doen. Dus knoflookpoeder, paprikapoeder en de uienpoeder. Plus, deze zocht ik, de chili vlokken. Die gaan er ook bij, want ze moeten natuurlijk wel een beetje pittig worden. Dat is wel handig. En zoals je ziet, de kip zit erin. Wat je nu moet doen is dit dus 1,5 uur laten marineren. Dus in die tijd dat ik niet kan eten en gewoon niks kan doen eigenlijk, maar alleen maar moet wachten, ga ik eventjes werken. En dan zie ik jullie over 1,5 uur. Of in dit geval paar seconden. Hoor jullie dat, jongens? Hoor jullie dat? Ja, ja. Hij is klaar. We zijn klaar. We zijn klaar. Het is dus heel erg simpel. Ik ga dus uit deze bak, dat zien jullie nou misschien een klein beetje zo, deze bak zit de kip in. Die ga ik eruit halen in de ei en dan door de bloem heen en dan op deze plaat. Het is klaar, jongens en meisjes. Holy shit. Ik ga het even uithalen en dan laat ik het jullie zien. En zo is het klaar. Kijk dan. Dit ziet er zo ontzettend goed uit. Kijk dan. En de witte trouwens wat erop zit, dat is dus gewoon meel. Pak één stukje en ik pak wat barbecue saus. En dan ga ik het proberen. Bijna hetzelfde als KFC. Hier, hoor het krokantje. Ik ben mega blij. Holy shit. Ik had niet verwacht dat het zo goed zou gaan. Maar, Oh, lekker. Jongens, ik ga hier op mijn kamertje zitten. Een pilsje drinken. Ik heb alles opgeruimd in de keuken. Daar ben ik super blij mee. Maar nu is het wel tijd voor mij lekker dit te gaan doen. En dan te gaan slapen. Maar morgen is het ook weer vroeg dag. Dus dan gaan we lekker kaart knallen. Morgen vroeg ook weer. Maar dan zie ik jullie pas. Dat zien jullie morgen pas weer. Beetje rare zinnen. Maar ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Dus zeker een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Nee, ik wil zeggen, later.